Tinkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Wij zijn 20. Die. Dank. Hier. Ik heb pas toch gedankt. Ja, maar dat is wel een drukke zondag. Oké. Dus, goeiedag. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus en jullie hebben dit ook gehoord. Bea is bij mij. We hebben juist naar Krevel gebeld. Het goede nieuws is, je ziet het, we zijn onderweg naar een auto toe om het scherm te gaan te halen. Yay! Dus ik kan ze eindelijk op een gewone beeldscherm computeren. Mijn eerste aankoop. Haar eerste eigen aankoop, echt waar. Kijk eens hoe blij dat ze is. Scherm, hè? Laat ons zien hoe blij dat je is, Seet. Maar ik ben gewoon blij met die keuze. Oké. Want blijkbaar is dat een goed scherm. Ja, laat ons zien hoe blij dat je bent. Nee. Allee dan, dan niet. Voilà, dan zal ik het hebben. Ik heb een jeugdkreet gedaan. Ik ben geen Dimitri 2. En jij moet dan hier mijn plaats te doen. Oké. Okay. Dat is niet leuk, Timmy. Oké. Allee, mensen. Het was gewoon gekiepel, hè, mensen. Dat was geen ruzie of zo, nee. Dat we hebben. Hè. Dat is gewoon gekiepel. Dat is gewoon omdat Bea weer een slechte dag heeft. Laat ze het daar maar weer op zeiken. Ja, hè. Daar kunnen ze zoveel op zeiken, hè. Oh. Maar weet je wat dat mij boeit? Niks, want ik blijf mezelf. Voilà, ze. Oh, de auto is gestart. Hij staat in achteruit. De muziek is aan. Hier weer dus in Genk aangekomen bij Krevel. Gaan we eindelijk haar monitor eens in ontvangst nemen. Even kort de deur sluiten. Ook haar deur gaan sluiten. Oh, het is zo miserig weer. Klote weer. Oh, wel, nu gaan we eens richting Toons toe. Jan, zo goed die al heeft geholpen. Wow. Amai. Spannend, hè? Moeten we niet bij Toon staan? Ja. We gaan tussen de fornuisjes. We gaan koken. We gaan koken. Zullen we hier weg? Welke? Die lijkt heel veel op de mijn. Dat klopt. Dat is dat die niet. Ja. Nee, dat is die in die aard met die knopjes in het midden. Maar dit ga ik dan niet, hè? Nee. Maakt niet uit. Ik ben blij dat je. Ja, en nu zijn we voor de scherm, hier. Oh, hopelijk lukt het. Even goed kijken. Wacht, hè. Je hebt het maar hier, hè. Ik zal eens even goed laten zien welke scherm dat het is. Het staat hier opgesteld, dacht ik. Ja, die is nu 99. Precies. Dacht, eens even kijken. Staat hier zelfs niet meer tussen de showmodel. Jammer. Nee, de showmodel staat er niet meer tussen. Dus die zullen we straks allemaal eens laten zien hier in mijn vlog. Want die staat hier nergens. Nee, no. Op. We worden nu naar de kassa gestuurd. Ze hebben het papier mee. En ze hebben een papier mee, dus... Om te kijken waar mijn bestaan is. Ja. Uw eerste scherm. Eigenlijk, computerscherm. Ja, ik heb het zelf verteld. Ziet dat zo gelukkig. Ja, hey, dat is ook wel iets wat ik normaal niet snel kreeg. En die gelukkigheid mogen ze ook eens zien in de vlog. Dat vind ik. Het moet niet altijd negatief zijn, hè. Voilà. Oh, wat hebben ze hier nog allemaal? Popsockets. Er zitten al hier allemaal mooie popsocketjes van Minnie Mouse. Goedendag. Ze zijn ons al aan het helpen. Wauw. Ziet er zo mooi. En die Angel. Ah ja, ik moet ook nog batterijkjes hebben. Eens even kijken hoe duur dat die zijn. Oh fuck, dat zijn allemaal verschillende diktes en al. Dan moet ik nog eens thuis eens te goed kijken wat voor dikte dat het is.
Dat zijn allemaal verschillend, want ziet, dat zijn allemaal verschillende formaten. Ja, daarmee zeiden we al tegen jou dat je daarnaar moet kijken, want dan weet je welke batterij je moet hebben. Dat is wel waar. Deze lijkt me wel leuk om het zo op te hebben op de GSM. Dat is wel waar. En dan hier, een hele mooie wekkertje. Wat dat juist is, weet ik niet. Ook voor dingen op te laden zie ik een mooie wekker. Voor 65 euro. Heel mooi. En dit zal ik ook binnenkort nog nodig gaan hebben. Zo een USB-hub 4-part. Zo zal die komen. Op 25 euro. Mooi prijsje. Allee, ik ga jullie laten. Ik ga even wachten nog op de. Ik kom thuis. Ik ga even naar de wc. En wie heeft mij een stoel ingepikt? Jawel. De beeldscherm. Tsss. En ik mag hem niet uitpakken. Want dat wil mijn vriendinneke doen. Dus die eer laat ik ook aan haar over. Voilà. Dan ga ik eens even wel kijken op mijn computer. De grote beeldscherm, je ziet. Die is al. En dan in één keer sprong mijn fragment af. Ik ben nog continu Supermarkt Simulator aan het spelen. Ik ben de supermarkt klein beetje aan het indelen terug en al. Klein beetje overmacht van money. En mijn winkel is al op maximum. Dus ik ben alles zo wat aan het sorteren en al in de winkel. En dan kunnen jullie binnenkort wel eens meegenieten dat ik kassier ben van een hele grote winkel. Yes. Ik heb het schoen wel uit doen, die hakken. Die ongeveer van platte schoenen. Ja. Hakken, hakken. Percy, en nu heb ik dat liedje in mijn hoofd. Hakken, hakken, tuut, tuut, weg zijn wij. Heb je zo'n mesje waar ik die plakband mee kan opensnijden? Een mesje dat je plakband kunt opensnijden is even kijken. Normaal gezien wel, ja. Voilà. Ja, ik dacht, ja, u loslaten. De inboxing. Ja, en wie zegt dat je dat mag filmen? Het is wel mijn scherm. Mag ik het alsjeblieft filmen? Dat moet er zeker. Moet er niet. Mag het? Ja, doe maar. Je zei toch, je was toch al bezig. Moet die zo hier achter plooien? Even kijken, ja. Ja, zo. Aan de kant. Oké. Boekje. Ja. Met. Wat is dat? Dat weet ik niet. Kabels. Voedingskabel. Boot. Ja. Wat is dat? Dat is ook voor de boot. Even kijken. Dat is voor de boot, denk ik. Hier aan vast te maken. Ik denk het ook. Even kijken. Ja, we gaan kijken hoe die in elkaar nog moeten steken, want ik denk dat dat... Nee, laat eerst het scherm nog zien, hè. Ja, ik denk dat we echt een mooie puzzel gaat worden voor deze beeldscherm recht te zetten. What the hell, wat mooi plat. Damn you, ik heb zelfs bijna geen randjes. Wauw. Kijk eens, ik heb hier echt bijna geen randje. En hier ook geen randje. Wauw, mooi schat. Ja, zijn je blij? Aan de kant, want ik wil die. Oké, we gaan die in elkaar steken. Tot straks allemaal. Zo, de scherm steekt in elkaar. En kijk eens. Wat een verbetering. Jawel, ons was al zo'n kaljoekel van een hele scherm. En dan kreeg zij dan wat last. Zo ook.
van haar ogen, alstublieft. Mag dat zo ook van ons? Ja. Kan een scherm ervoor. Ja, dat mag. Voilà, ze. Haar setup. Tada. Ja, alleen dit. Het is niet van mijzelf. Die dat klopt. Die heb jij mij geleend. Toen ja. Ik zelf een. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks gezicht, want ik ga Euro Truck Simulator 2 spelen. Zo mensen, na bijna 3 uur hebben gelivestreamd, ga ik nog snel naar de winkel toe. Ga ik ook mijn vlog die ik ook vandaag heb gemaakt ook nog in elkaar steken. De vlog van gisteren nog in elkaar steken. Ja, er is nog veel op het programma, dus ik ga nu aan sap naar de winkel toe om hespenblokjes te kopen. Eens even kijken als ik nog iets nodig heb. Voor mijn macaroni met kaas en hasp. Nee. Bloem heb ik ook nog. Of ik ga het gewoon doen. Sorry, het is lang geleden dat ik nog eens rijst heb gegeten. Ik ga gewoon kippenblokjes halen en kippenbouillon. Voilà. Voor de rest ga ik niks meer halen. Want melk heb ik ook nog genoeg. Allee, tot straks allemaal. Zo, alles opgeschreven wat ik nog nodig had. Dus dat ga ik ook nog rap en sap halen bij de winkel. Want ik kan toch niet meer te lang wachten, of anders zijn de winkels ook toe. Ik had niet verwacht dat zo'n lange rit van 2600 kilometer toch zo lang tijd in beslag neemt van punt A naar punt B te rijden. Een paar accidentjes gemaakt. Maar ja. Voilà. Dit is wat een weer, mensen. Echt bagger weer, man. Echt bagger, bagger, bagger weer. Oela. Dat ging bijna met een pen. Allee. Hup. Hij staan. Ik ga het binnenkort kopen. Echt waar, het komt te vaak vooral in de comments. Koop u een GoPro houder, koop u een GoPro houder, koop u een GoPro houder. Ja, ik ga het doen. Ik ga het doen. Allee, zo mensen, hier bij de oké aangekomen. Dus even kijken welke rekening dat ik moet gebruiken voor te kunnen betalen s'avonds. Het is ook ferm aan het regenen. Oh, mannetjes. Ik word nat, want mijn deur staat ook wel wijd open. Oké. Ik weet al op elke. Dus ga ik alleen maar mee proberen aan te houden aan de boodschappenlijst. Ja, en dat is dus. Ja, daar staat ook nog één ding niet op, dat is sandwiches. Voilà, ça. Dus, wat staat er dus op het papiertje? Suiker. Dus we gaan nu naar de suiker toe. We gaan de suiker eens zoeken. Suiker, waar are you? Suikertjes. Hier niet in deze rij. Dan ga ik eens in deze rij suikertjes zoeken. Suikertjes. Nee, wacht hè. Hier is al de melk. Hoogstwaarschijnlijk ook dan heel dicht bij de suiker. Hoogstwaarschijnlijk zijn die mij al aan het bijten. Nee, ze zijn mij nog niet aan het bijten. Zeker, waar are you? Sugar. Hier dus al niet. Kippenbouillon heb ik dan ook nog nodig. Die ben ik ook nog niet tegengekomen. Dan zitten we hier bij de schaf van verzorging. Jawel, ik heb hier ook nog één ding nodig. Douchegel, juist om mij te kunnen wassen. Ik heb dat nog thuis, maar die is bijna op. Maar dan ga ik een hele goede koper kopen. En de goedkoopste is hier
Oh my fucking god. 89 cent. 89 cent. Voilà. Probeer altijd zo goed mogelijk te kopen. Dan. Je ziet, ik kan me niet aan mijn lijstje houden. Dan zoeken we nog iets. Nee, dat is allemaal. Nee, hier heb ik dus niks meer nodig. Dan gaan we door. Kijken als hier de suiker ligt of de kippenbouillon. Nee, momenteel niet. We hadden geen suiker in zicht. Geen kippenbouillon. Of kippenblokjes. Ja, kippenblokjes die liggen in de dingen. Zeg het. In de schap van. Aha. Suiker. Je hebt blijkbaar verschillende suikersoorten. Oeh. Dan gaan we deze suiker nemen. Check. Staat op het lijstje hoor, suiker. Dan kippenbouillon. Kippenbouillon. Bouillonblokjes. Waar liggen jullie bouillonblokjes? Bouillonblokjes. Kippenbouillon. Ja, ik vind hem dus niet. Ben je dan hier? Heb je dan zo slecht gekeken? Ik heb echt slecht gekeken, mensen. Kippenbouillon. Niks niet. Dan ga ik het trek moeten bevragen. Want anders ben ik hier nog een uur aan het zoeken in de winkel. Ah, hier is hij. Ik heb hem gevonden. Kippenbouillon. Is dat vlees? Nee. Kip, ja. Ja, gevonden. En nu nog de kippenbouillon. La li la li la 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 la. Dan nog hier de kippenblokjes. Kippenblokjes. Deze is weer goedkoop, wacht hè. €6,95 is het goedkoopste. €6,95. We gaan er niet onder, dus we pakken die van €6,95. Alsjeblieft. Voilà. Dan heb ik alles, hè. Ja. Dan ook nog sandwiches voor 's morgens vroeg. En dan ga ik ook nog een pot choco. Een potje choco ook nog gauw kopen. En dan ben ik rond. Choco. Oh, mannetjes. Kun je één ding zeggen, hè? Thuis kun je doodgooien met chocopotten. Ik hoop niet dat ik nu te duur uitkom. En dan moet ik ook nog een sandwichje kopen. Lekkere sandwiches. Oh, excuseer. Dus zat ik bijna tegen iemand aan te rijden. Niet de bedoeling. Oei. Dan zal ik morgen vroeg wel ergens anders sandwiches gaan kopen. Jee. Allee, ik zie jullie allemaal straks. Dit is Spreker. Mannetjes, ik vraag me toch af wie het weer heeft besteld. Zo regenachtig weer hier in Alken. Haha. Echte nat. Voilà, de kar ook schoon op zijn plaats gezet. Ik ga gewoon onder de afdak door naar mijn wagen toe.
probleem is, je moet wel een hele afstand maken terug richting de wagen. Voilà. Oh, ik kon dat op mijn passagiersstoel hebben gezet. Juist. Dus even dat op de passagiersstoel zetten. Voilà. Dan kan ik de deur al sluiten. Valessa. En hier kennen ze mij ook al van de Stippellijn. Woe! De oké hier in Alke. Ah, kutregen. En ze hebben mij een geweldig idee gegeven. Ze hebben mij echt een geweldig idee gegeven voor eens een leuke content te maken. Ja, en dat ga ik eens doen, ooit. Kijk jullie nu later. Heeft dan nog over een andere eetgewoonte beslist. Dus ik ga echt effectief rijst met kip eten. En gele currysaus erbij. Dat gaat smaken. En dan valt juist de ganglicht uit. Oh man, het is wankende weer. Ik een hond of kat door te jagen. Echt niet, man. Echt, echt, echt niet. En nu nog koken. Nu nog die eerste vlog van het Annesik. Dan koken. Niet deze, hè. Maar de van het achtervoren. Voilà. Ik ben terug thuis. Deurken op schat. En dan laat ik op je ertoe. Maar ik ga deze vlog ook al beëindigen. Waarom? Mijn batterij is binnen op. Dus dan kan ik die ook laten opladen. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet die onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik doe al mijn best om mijn vlogs tijdig online te krijgen. Maar soms lukt dat niet. Sorry daarvoor. Mijn excuses daarvoor. Maar ik doe altijd mijn best. Tot later allemaal. Yo, 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 yo. Hopelijk zijn hun nog open. Ik ben nog een belangrijke ingrediënt vergeten. Kippenkruiden. Kippenkruiden, die heb ik ook nodig voor mijn kippenblokjes te gooien. Dus die ga ik ook nog heel snel gaan kopen. Ik wist wel dat ik iets ging vergeten. Dus, dat is zo. Ja, snel naar de Carrefour, want de oké is nu gesloten. En de Carrefour die blijft open tot 8 uur, per geluk. Want anders zat ik nu wel met een serieus probleem met het koken. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan. Anders had ik echt een serieus probleem. Even gauw gaan halen. Lof zat er altijd mijn gordel aan doen. Dan de gang van de kruiden ingelopen. Kopen, kassa. En asap terug naar hier komen. En dan nog een keer. Ik hoop dat het niet zaterdag is, maar wel vrijdag. Dus kan ik hier mijn vergeten ingrediënt gaan ook aan te halen. En dat is kippenkruiden. En dan kan ik ook in een keer de sandwiches ook al meenemen. Voor bij mij thuis te eten. Dat is morgens vroeg. Het ontbijt. Ah ja, dan kan ik ook in een keer ook worst ook al meenemen. Voilà, mijn ontbijt is ook al klaar. En voorzien voor morgen. Dus dan pak ik hier even een mandje. En dat is al specials ook. Dus, sandwiches, dat is van achter. Voilà, aangekomen bij de sandwiches. Voilà, check. Dan naar de kruiden. Nee,
En de worst eerst. Worst, worst, worst. Ja, die dikke, hè. Salami zonder troek. Voilà, de allerdikste is uitverkocht. Jammer. Jammer, 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 jammer. En dan had ik nog kippenkruiden nodig. Kippenkruiden, 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 kippenkruiden. Kippenkruiden. Want kijk, hè, ik sta hier echt bij de schaf van de kruiden. En dan moet ik nog even gauw kippenkruiden zoeken. Paprika. Spaghetti mix. Zien jullie het al staan? Maar ik moet niet zo'n echt een ultra groot potje hebben. Spaghetti. Allee man. Als we nog iemand gaan bevragen van waar ik de kip kreeg. Helemaal niks. Chili, paprika. Paprika, 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 paprika. Muskaal. Kan toch nu niet, hè. Eens kijken. Wat is dat? Kruidennagels, kaneel, kaneelstokjes, kaneel. Close. Ras, spaghetti mix, curry, gember, nootmuskaat, paprika, zelders, safriaan, salade. Voilà. Ik heb hem. Voilà, ik heb hem gevonden. De kippenkruiden. Ik heb een andere bak gekregen. Voilà. Dus kippenkruiden had ik nog niet. Dus bij deze heb ik dat dus ook gekocht. Dan nog worst voor bij mij ontbijt. Kevin, kan ze bestellen als Kevin? Nee, ik kan niet doen. Maar wat ik wel ga doen, dat is wel nog iets in huis halen. Voilà, een duvelke. Geet wel voor wie. Voilà, en dan kan ik eindelijk beginnen met koken. Kan ik ook eindelijk beginnen met de vlog in elkaar te steken. Ja, ja. Ze willen ook naar huis gaan, personeelsleden, dus ik ga hier ook niet te veel nog tammelen. Zullen we eens kijken als ik toch nog iets nodig heb voor vandaag of zo. Nee. Ik ga het laten. Voilà, ik ga naar de kassa toe. Dit is mijn boodschappen voor de Carrefour hier in Olkeren. Zo, hier buiten de Carrefour. Amai man. Ik kan hier straks ook nog eens goed gaan monteren met deze vlog. Daar ben ik ook wel blij om. Als ik wel montagetijd heb en al. Al doe ik dat ook. Maar ja. Dus ik kwam met twee vlogs. Opnieuw de passagiersstoel ergens leggen. Voilà. Dan. Sleutels in de contact
Niet in de stopcontact of anders er joef mijn haar al recht omhoog. Nu zijn jullie wel aan het lachen, hè. Allee, ik zie jullie morgen terug, dus ik ga nu deze, dit is de laatste fragment. Dus want ik moet nu toch nergens meer zijn of zo. Ik ga dan nog zelfs nog een serie of zo kijken. Nadat ik mijn vlog helemaal in de kalender heb gestoken. Dus ik ben ook blij dat ik nu al mijn ingrediënten heb. Dat ik eindelijk kan koken. Want het is eigenlijk al 8 uur 's avonds en ik moet nog beginnen te koken. Top. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet aan mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.